De schok op 1 april is enorm als het overlijden van wethouder Hans Horlings bekend wordt. Overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Na een emotionele zoektocht maakt CDA Midden-Delfland zijn opvolger bekend. Frank ten Haven, oud-wethouder van de gemeente Voorschoten. Ik kom uit Voorschoten en ik heb Hans Horlings goed gekend. We hebben samen ooit in Voorschoten de jongerenafdeling van het CDA opgericht. En Hans is na mij ook wethouder in Voorschoten geweest. En ik was natuurlijk wel ook geschokt door zijn plotseling overlijden. Aan de andere kant komt dan ook de realiteit om de hoek kijken en je weet dat je verder moet. Toch eerst even de tijd genomen om het verlies te verwerken en een plaatsje te geven. Maar daarna aan de slag gegaan en op zoek naar een nieuwe wethouder. En ja, al pratende met de fractie kreeg ik ook wel echt een enthousiast gevoel om dit weer te gaan doen. Weer omdat ik 30 jaar eerder wethouder ben geweest in Voorschoten. En omdat ik het echt een hele leuke gemeente vind en ook een nuchtere bestuur. Niet heel politiek, maar gewoon jongens, we willen met elkaar het beste voor deze gemeenschap. Natuurlijk niet zeggen dat we blij zijn, want er zijn omstandigheden helemaal niet naar. Het blijft een verdrietige situatie die hiertoe geleid heeft. Maar het is wel heel goed dat we een hele kundige opvolger gevonden hebben waar we allemaal toch wel weer blij mee zijn. En dat is dus Frank ten Haven geworden. Op dit moment voorzitter van de ondernemersvereniging in Voorschoten. Ik kom uit een ondernemersfamilie, een middenstandsgezin. Gewoon hard werken, niet ingewikkeld doen, jezelf niet te belangrijk maken. Ik ben getrouwd, mijn vrouw is stewardess bij de KLM, nu dus even niet. Dus we zitten al 8 weken thuis bij elkaar. Ik heb 3 zoons en ik heb al gezegd, als er eentje zover is, dan wil ik hem graag hier in het gemeentehuis in de echt verbinden. Maar dat willen ze niet horen. Ik sport graag, ik lees graag, ik ben een wijnliefhebber en dat is het wel zo'n beetje. Komende dinsdag moet de gemeenteraad van Midden-Delfland de benoeming formeel bekrachtigen. Meer over Frank ten Haven zie je in het uitgebreide kennismakingsgesprek in onze app en op de website wus.nl.